volg het linkje hieronder. Allemaal aan het typen. Oh. Heel los. Voor de fans. Voor diploma C. Amen. Het zit behoorlijk diep. Tot je eitje. Goed zo. Tada. Mama dat niet eens gedaan. Een hele goeie morgen! Welkom weer in deze nieuwe vlog. Hello. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En het is vandaag vrijdagochtend. Nog één dagje naar school en dan hebben we... Huisvakantie! Goedemorgen meisjes. Oeh, en alle ballen liggen overal op de grond. Dus we gaan niet aan Luan, wat is dat toch met die meisjes? Ik kijk naar de klok en het bijna 19:30. Ja. Yeah. En op mijn klok staat hij op 19:45. Oh, dan weet ik even niet welke goed staan. Eén, dan is één niet goed. Hallo. Moet ik even kijken hoe laat het echt is dan? Nee, de iPhone staat hier. Oh ja, kijk eens op de iPhone dan. Ja, dat is wel even een verschilletje van een kwartier, jongen. Een kwartiertje te vroeg of een kwartiertje te laat? Nou, ik denk iets van... Het is 19:45. Het staat bijna niet goed. Nee. Dat staat mij niet goed. En kijk eens jongens wat Luan en Lucilla hebben gedaan. Ze hebben helemaal zelf de tafel gedekt. Hartstikke goed. Ik had dit gedaan bij de pro. Ja. En ik heb dit gedaan. En ik heb de oranje en de thee. Heel erg goed gedaan jongens. Super goed. Hé maar Luxie. Moet ik jou helpen? Hé maar Luxie, zullen we afspreken dat als mama de ballen weer erin doet, dan jij ze erin houdt? En niet weer iedere keer zo eruit gooit. Zo is dat. Shoppen. Ja, dan vindt broer ook niet leuk. Want broer die doet alles erin en dan gooi je alles weer eruit. Ja, ik wil er nu ook niet meer. Nee. Dus mama gaat alle ballen erin doen en dan laten we ze erin. Goed? Ja. Gaan we Luxie verstoppen. Alle ballen in de bak. Alle ballen in de bak. Ja. Alle ballen in de bak. Kijk, daar liggen twee van die heel onschuldige hondjes hier op de bank. Je denkt, oh, wat een lieve hondjes. Hier bijvoorbeeld. Maar wat hebben ze gedaan? Ta-da-da-da-da. Mooi, hè? Dat is een mooie bal. Wie heeft dat gedaan? Nee, dat is een hele mooie. Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? Pip vindt dat echt heel leuk. Heb jij het gedaan? Heb Pip het gedaan? Wie heeft het gedaan? Pip. Pippenvoedsel. Volgens mij kunnen ze het allebei wel doen. Maar jij hebt mee koud water. Ontkomen we natuurlijk ook niet aan. Mama, ik zeg nog een. Instinct van de dieren. Mama, ik zeg nog een kapotte bal. Oh. Nou ja, gelukkig zijn er genoeg ballen, hè Luxie? We moeten alleen wel opletten, jongens. Dat doen we met z'n allen, dat ze niet opeten. Hè? Kijk, dit is dan niet zo heel erg. We proberen het te voorkomen natuurlijk. Maar opeten, dat is niet handig voor het buikje. Mom. Ja? Mom. Ja. Ik poot het. Ja? Geen woestel die buiten opeten. Ja, mama. Die bal. Maar deze kan je echt niet meer gebruiken. Je zet ze uit. Ja, die moeten we maar weggooien. Mama, ik ben zo klaar. Mama, ik ben zo klaar. Dan gaan we alle ballen er weer in doen, goed? Alle ballen in de bak. Ja. Alle ballen in de bak. Ja, alle ballen in de bak. Alle ballen in de bak. Nee, in de bak. Zo, nou hier ben ik ook. Goedemorgen. Ik kreeg een lekker kopje honingthee van Luan. En de kinderen hebben volgens mij het al mij erop. Goedemorgen, kinderen. Goedemorgen, Luxie is verstopt. Nou, we hebben alle tassen gepakt. Ik zeg huisje tot straks. Kids naar school, pap mama voor het Bellinga magazine. En dan gaan we weer. En dat is gelukkig toch? Het heeft de hele nacht geregend. Zo, nou en hier gaan we weer naar binnen voor ons Bellinga magazine. Zo, Lexie, heb je je lijstjes weer uitgedaan? Ja, maar is het fijnste vergaderen toch? Ja. Met de lijstjes uit. Nou, wij zijn hier weer bij Mixcom en kijk eens wat we hier hebben. Oh jongens, mag ik dit laten zien? Ja. Allemaal proefjes van de eerste
Het eerste wat ze hebben gemaakt. Het is niet allemaal nog met de goede foto's en zo hoor. Maar allemaal soorten ideetjes wat het zou kunnen worden. Dit wordt de voorkant. Ja, en welke? Nog niet dit hoor. Dit zijn gewoon de eerste opzetjes. Zoals deze bijvoorbeeld. Ja, die vonden we heel leuk hè. Of zoals deze. Of deze. Ja, wat wordt het nou? Wat wordt het? Welke kleuren, welk lettertype, welke foto's. Ja, de fotoshootfoto's gaan we gebruiken. Ja. Dit zijn even proeffoto's, maar daar zijn we een beetje mee bezig. Ja, gaat leuk hoor. We gaan mee verder. Nou, fijne brainstorm. Waar zijn we thuis? Luxie, ga je mee? Wij gaan ons een dipje uitlaten. Ja, dat is eten. Ja, dat straks krijg je dan lekker zo. Nou, lopen we naar een speeltuintje. Kom maar. Kom maar, Pip. Dag, klein kaboutje, daar loopt ze met de hond. Dag. Woezeltje, daar, woezeltje. Niet zo snel. Luxie loopt niet zo snel, woezeltje. Kijk eens wat er uit de boom aan het vallen is. Wat zijn dit? Niet aankomen met de handjes, hoor. Kijk. Wacht even, hè. Moet je zo doen? En dan met je voet. Wacht even, hè. Kijk. Oh, dit zijn echte kastanjes. Hou eens vast. Dat zijn kastanjes. Kijk, moeten we deze? Kijk. Ga papa met zijn voet. Moet je kijken, hè. Oh, wat zit erin? Nog een kastanje. Papa, die vast aan. Doe maar in je jaszakje. Neem er 3 mee, hè. 1 voor Luxie. 1 voor Luan. Kijk, en 1 voor Lucilla. En deze nog, hè. Komt die, hè. 1, 2. Oh, pak hem eruit. Zo, we hebben 1 voor Luan, 1 voor Lucilla en 1 voor Luxie. Nou. Hé, hey Luxie. Waar staan de ezels dan? Ja, die staan daar, hè. Maar volgens mij staan ze in de stal. Luxie, love you. Doe het hekje maar dicht, Lux. Oh, duwen. Ja, en dan doen we jouw boek even in de laarsjes. Want dan wordt het niet vies van het zand, hè. Want we gaan hier lekker spelen in het speeltuintje. Dames en heren, koeken en peren. Papa en Luxie, huh? En papa, zijn we klaar voor de start? Waar is meneer en mevrouw Ezel? Wat zeggen ze dan? Ja. Ja, de schaapjes zeggen bij. En de ezel zegt ja. Ga maar even kijken. Oh, ze komt naar je toe. Hey. Hallo mevrouw Ezel. Hier is Luxie. Hallo mevrouw Ezel, kijk zo. Hallo. Hallo. Hey. Het wordt herfst, hè? Ja, dat krijgen ze. Oh ja, goed zo. Oh, goed blaadje. Oh, wat lief. Kijk, moet je deze doen? Zo'n lang blaadje? Nee. Zo. Vind je het leuk, denk je, zien? Tentjes? Nee, ze vindt die niet lekker. Ze krijgt denk ik brokjes van de buurvrouw, hè? Van buurvrouw Gerda. Die geeft er altijd een speciaal ezel voor. Nou, zeg maar dag, ezeltjes. Ja, armen zo. Snuitje, zachtje. Ja, armen. Ja. Oh, zachte. Nou, genieten met de ezeltjes. Zo, nou Luxie, die heeft lekker de laarsjes uit. En met haar sokjes in de warme tappelzakken. Ja, en ze heeft de riem vast. Gaan we nu lekker een wandelingetje maken? Ga papa wat sneller lopen. Speedwalken. Ja, die lopen hier aan de naaste kinderwagen bij jou, hè? Oké, zeg maar dag speeltuin. Zeg maar dag speeltuin. Hé, zeg maar dag speeltuin. Tot de volgende. Ja. Yeah. Zo. Zo gaat het Luxie voorbij. Klap in de handjes, Luxie. Klap in de handjes. Kleiner in de hoofd. Handjes in de zij. Zo gaat Luxie's bootje voorbij. Lekker, hè? Terug naar huis. Dat is mooi, dan. Wat is een Luxie? Hé, papa en mama! Ja, we zijn weer bij elkaar. Nou, jongens, ik heb even... Ja? Oh, in jouw zak. Wat zit er in jouw zak? Eén. Ja, die. Oh, kastanjes. Heb je die gevonden met papa? Ja. Wauw. Met de voet openmaken. Met de voet openmaken. Goed zo, Luxie. Dat heeft papa gedaan. Dit is mijn jas in. In jouw jaszak. Ja, hartstikke goed gedaan. Mijn is een kinderauto. Moest je huilen dat je niet in de kinderwagen wou? Nee. Ah, oh, liefie. Dat is zo schattig. En
Oh, je zult het hier neerleggen. Want kijk, we hebben hier een heel mooi schaaltje. Hier hebben Leon en Lucilla ook nog wel eens wat herfstdingetjes in gelegd. Leg er maar in. En die papa. Oh, die is van papa. Oh, leg daar hier in. Die broer. Oh. Is die voor Silla en voor broer? Ja. Heel erg lief, Lucilla of Luxie. Heel mooi. Kijk, dat is een mooi herfstpakje. Heel mooi gedaan. Nou, doe maar lekker de jas uit. Sjaal af. Zo. Hoppatee. Nou, jas lekker uit. 1, 2. Hoppatee. Zijn we weer lekker thuis. Hè? Een blauwzaadje. Zo, ja, jullie denken, Varen, wat ben je dan allemaal doen en het doen achter de schermen? Jongens, ik wil jullie best wat laten zien. Maar pin me nergens op vast, want dit is allemaal nog dingen die ik vorm wil geven, zeg maar. We zijn dus, zoals jullie weten, met een Bellinga magazine bezig. Super gaaf. Als het goed is, hebben we hieronder deze video al een bestellink staan. Kan je al pre-orderen. We bestellen er een x-aantal, dus wil je sowieso gegarandeerd een magazine, bestel dan alvast even op de link hieronder. Dan weet je eigenlijk zeker dat je in ieder geval al het eerste magazine van ons hebt. Wat ik nu bijvoorbeeld aan het doen ben, ik kan jullie... ik weet niet of ik dit ga laten zien of wel. Nou, ik moet het gewoon laten zien, jongens. Ik vlog er gewoon wat we doen. Kijk, dit is wat ik aan het doen ben. Ik ben hier aan het typen. Wat de inhoud gaat, zijn van ons magazine. Ik kan het natuurlijk niet helemaal in de detail laten zien aan jullie jongens. Maar dit ben ik dus allemaal aan het typen. Er zijn ontzettend veel dingen die in mijn hoofd zitten. Waarover ik uren kan praten en vertellen. En ervaringen kan uitwisselen. En over kan filosoferen, zeg maar. En zoals jullie weten, wellicht. En dat ben ik allemaal aan het proberen op papier te zetten, in mijn laptop te zetten, zodat we daar gewoon mooie, korte, pakkende tekstjes van kunnen maken, zodat we een stukje inspiratie, ook voor de ouderen onder ons, het magazine wordt eigenlijk echt voor het hele gezin, zeg maar, een beetje zoals het Bellinga boek. Kijk, dus dit is zeg maar het boek, en dat boek bevat best wel wat tekst te lezen, maar ook heel veel plaatjes en foto's en leuke dingetjes om voor kinderen doorheen te kijken. Dus ik wil sowieso ook heel veel ouders en volwassen mensen hiermee aanspreken. Die een beetje in hetzelfde vaarwater zitten als Daniel en mij. En zoals jullie weten vinden wij het heel erg fijn om een stukje inspiratie en motivatie de wereld in te brengen. Dat proberen we vaak ook te doen via onze vlogs. Maar we willen dat ook heel graag uitdragen in dit familiemagazine. Wat er in ons idee nog niet zo is zoals wij hem willen uitbrengen. Dus echt een magazine wat gebaseerd is voor families, voor volwassenen en ook voor kinderen. Dat er heel de herkenbaarheid naar voren komt. Maar ook gewoon het down-to-earth normale gezinsleven. Wat wij natuurlijk ook gewoon in onze vlogs laten zien. Eigenlijk gewoon zoals we zijn, zeg maar. Maar om het ook leuk te maken, ook voor kinderen. Omdat we natuurlijk ook weten dat er heel veel kinderen met ons meekijken. Omdat die toch heel veel identificeren met Luan, Lucilla en Luxie. Wil ik er ook leuke spelelementjes in doen. Vandaar dat ik wat van die spelboekjes in het pakken ben. En toevallig hebben Luan en Lucilla en Luxie ook laatst zelf van die magazines gemaakt. Toen ik dat vroeg. Dit waren hun magazines, zeg maar. En hadden ze zelf ook hele leuke ideetjes om daarin te doen. Dus ik wil ook wat spelelementjes erin doen. Dat kinderen ook echt als een soort... doekboekje zeg maar in dit magazine kan doen. Dat is een beetje ons idee van het hele magazine. Dat het echt een familie magazine wordt zeg maar. Voor ieder wat wils. En dat is wat ik aan het doen ben jongens. Wil je ervan gegarandeerd zijn dat je sowieso een Bellinga familie magazine te pakken krijgt. Dan kun je ze nu al orderen. We hebben hieronder onze video de orderlink zetten. De pre-order link. Dan kun je ze alvast bestellen. En op het moment dat we ze straks gaan maken en gaan laten drukken. Wat Daniel en ik ook allemaal... achter de schermen mee bezig zijn, dan sturen we ze zo meteen, of dan sturen we ze gelijk naar jullie op het moment dat wij ze uitgeven. Dat zal in december zijn waarschijnlijk. Dus dan krijg je die sowieso al, want we hebben er een x-aantal, omdat het voor ons natuurlijk ook een test is en voor ons ook een investering is. Wij niet precies weten hoeveel animo hiervoor is, dus gaan we niet meteen heel veel maken, maar een x-aantal om te kijken hoe dat loopt en hoe jullie erop reageren. Dus wil je sowieso verzekerd zijn van zo'n magazine, pre-order hem dan alvast. Hieronder kun je hem al orderen, kun je gewoon je gegevens achterlaten, je kunt hem al betalen, dat je alles is gedaan. En dan krijg je hem meteen per post opgestuurd, vers van de pers van de drukkerij. Als hij uit de pers rolt, zeg maar, krijg je hem meteen opgestuurd. Dus dat. Maar voor nu doe ik de laptop dicht en ga ik lekker even met Luxie spelen. Luxie, vind jij het leuk om te kleien? Ja? Zullen we samen even gaan kleien? Zal ik even de klei pakken voor jou? Ja, we hebben hier, het klinkt heel gek, maar we hebben, omdat we niet zo'n groot huis hebben, moet je toch een beetje creatief zijn met je ruimtes. We hebben onder deze tafel,
hebben we nog een kast. Die is daar. Die is tevens ook een bankje voor daar. Als je de tafel iets van de muur afschuift, kan je ook nog daar zitten. Maar onder deze kast, kijk, of onder deze tafel ligt in de kast. Hier, de klei. Zullen we hier gaan kleien, Lux? Of niet hier, ja. Maar ik ga het even pakken, goed? Mijn zo. Ja, bij de tafel, hè. Zo. Deze moet ik ook mee, want die vind ik ook hartstikke leuk. En hier heb ik nog allemaal klei. Zo, kom Lux, gaan we samen kleien. Hier boven. Hoe zit je daar? Laten we even kijken wat we allemaal kunnen gebruiken. Die vind jij leuk? Die mes. Die mes. Dit kopje vind je altijd leuk. Schaaltje. Lepeltje. Niks meer in. Sommige zijn ook uitgedroogd en hard. Maar deze niet. Gebruiken. Eten. Hey, en Lux, wat is dit dan? Heb jij een poepie gedaan? Ja. Is het een poepie van Luxie? Getsy Berry. Hey. Is het uit jouw luier? Ja. En niet vies. Is hij niet vies? Nee. Nee? Poepie, poepie, moest ruiken. Is het niet een poepie? Nee. Is jij? Is klei. Ja, ik zie mama houdt jou voor de gek, hè? Nee, niet een poepie. Is het grappie, hè? Niet een poepie, maar we kunnen er wel een poepie van maken. Kijk, een hele dunne. Sorry, jongen, dat ik meteen niet weer daaraan moet denken. Nee, kijk eens, Lux. We kunnen wel papa voor de gek houden. Dan zeggen we dat we zo'n Pip een poepie hebben gedaan. Dan leggen we hier zo'n drol zo neer. Dan zeggen we, oh, papa. Of we laten papa hierin intrappen. Of met zijn voet. Dat we die hier neerleggen en dan trappen we zo meteen in. Zullen jullie erin trappen, denk je? Nee. Nee. Een zippel. Kom maar lieve, kijk. Dit is een vork. En dit? Dat is een lepel. Dit? Dat is een vork. Ja, en die? Dat is ook een vork. Dit is een lepel. Kijk, dit is ook een lepel. Oh, dat is niet zo erg. Het gaat ook kapot in de buik. Oh. Dat is een lekker ijsje. Oh. En mama. Lepel nee. Erbij? Nee. Waar is de lepel? Dat is een vork. Dat kan ook. Oh, ja. Daar gaat je bolletje. Oh, daar gaat je ijs. Zie je dit? Ja. Nog harder. Dan moet je nog beter. Ja. Maar rollen. Ja, goed zo. Terwijl Luxie nog even lekker aan het kleien is, ga ik even de panini broodjes. Deze is nog niet klaar. De panini broodjes in de oven leggen, want het is vrijdagmiddag. En dat betekent dat Leon en Lucilla vandaag vrij zijn van school. Want we hebben herfstvakantie, of een kort dagje op vrijdag voor ons. Dus ze zijn zo lekker thuis, dan gaan we even lekker lunchen. En Lucilla, zoals jullie weten, is altijd gek van de panini broodjes. Dus ik ga even wat lekkere panini broodjes in de oven doen. En de tafel dekken, dat is zo lekker. Aan tafel kunnen. We komen er thuis. Oh, heb je weer mooi gemaakt. Zo, wat mooi. Oh, en dit. Oh, leuk. Wat heb jij weer allemaal, jongen? Zo, oh ja, het is herfstvakantie. Het is herfstvakantie. Hé, hey, hoe is het met je tand trouwens? Hij zat vanochtend wel heel los. Hij zit nog steeds heel los. Ik ben benieuwd hoe lang hij nog volhoudt. Wauw. Ja, dat heb je goed geroken. Speciaal voor jou, panini meisje. Maar Lucy is lekker met de klein spelen. Ik had deze oude jas weer gevonden. Ja, klopt. Die had ik van uit de kast weer gehaald. Is dat die lekker? Ja, lekker. Ja? Ik vind het vachtje. Ja, een vachtje. Nou, Sil, doe maar lekker je jas uit. Kan je lekker mee kleien. Maar deze roze. Nee, die heeft Lucy gevonden met papa. Ja. En Luxie, die heeft ze voor jullie gezocht. Klopt. Ze zei voor Luan en voor Lucilla, zei ze. Ja. Dat zijn wilde kastanjes. Ik heb Luxie toen net geleerd hoe een eikenboom daar zit en een kastanjeboom. En toort. Ja. En mijn taart. En hebben we drie kastanjes bij Luxie. En een van Luxie. Ah. Gewoon een mondeling gemaakt. Panini broodjes, die zijn klaar. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Luxie moet natuurlijk weer een aardbeien eten, hè, Lux? Luxie is gek op de aardbeidjes. Zo, daar komt vader ook aan. Leon heeft natuurlijk nog steeds aardbeidpakken. Leon, Lucilla, Luxie, jullie weten dat wij bezig zijn met een Bellingham magazine, hè? Mm-hmm. Kunnen jullie nog herinneren dat jullie je eigen magazine hebben gemaakt? Ja.
Nou, mama en papa die hebben een voorbeeldje van het eerste voorbeeldje van hoe het magazine van ons eruit kan gaan zien. Dit is nog niet hoe het eruit ziet, maar dit zijn voorbeeldjes van hoe het eruit kan gaan zien. Kijk. Dus het is nog niet met de goede foto's, want ze hadden hier nog niet de fotoshootfoto's. Er komen natuurlijk de fotoshootfoto's op de koffer. Die zijn hetzelfde. Er zijn overal kleine verschillen. Het is een beetje zoek te verschillen. Het is allemaal verschillende lettertypen, dus de letters zijn allemaal een beetje anders. En hoe het erop staat is, kijk, die kleur van Mili Magazine is daar blauw en daar is dat geel. Hier zijn de letters anders, daar is het een roze achtergrond. Zien jullie het verschil? Ja. Kijk, hier is feest zo geschreven, hier is feest zo geschreven. Zie je het? Ik vind deze wel. Ik vind die ook wel leuk. Vind jij die leuk? Ja, dat dacht ik natuurlijk. Het is zo blauw, hè? Ja, maar mama, hier zitten we ook met z'n allen. Vivi, het gaat niet om de foto, want het wordt niet die foto. Het gaat puur om lettertype, hoe het eruit springt, zeg maar. Ik vond dit namelijk ook wel heel erg leuk met Bellinga met een hartje erbij. Ja. Maar ik vond het ook wel mooi dat het Family Magazine dat in het geel komt. Vond ik wel mooi. En deze vond ik ook wel heel leuk. Met dat feest omlijnd zo. Je weet, we weten ook niet of dit erop komt te staan hoor jongens. Het is ook niet de tekst. Niet de goede tekst. Zo'n balkje eronder. Ja, en kijk, in dit balkje laat heel goed zien wat erin komt. Spelletjes, poster, fanarts, backstage, muziek, dans en nog veel meer. Ze hebben er een voorbeeldje ook. Gemaakt. Die hart heb je hier zo overheen. Ja, dus ze kunnen we allemaal mengen en zo nog. Zie je dat? Ja. Mama. Ja. Die mijn mooi, die mijn mooi, ja. die mijn mooi. Vind jij dat allemaal mooi, liefie? Die mijn mooi, ja. Die mijn mooi. Leuk, hè? Ik vind juist deze leuk. Met dat hartje. En Luxie Horse. Ja, Ros. Ik vind dit ook wel leuk. Maar weet je wat ik zelf zat te denken? Onze kleur van ons YouTube-kanaal is toch een beetje oranje-geelachtig. Ja. Ik dacht in plaats van dit roze, een beetje dat oranje-geelachtige kleurtje. Dat heeft met ons YouTube-kanaal te maken. En dan inderdaad met zo'n hartje erbij, want daar staan we al voor, hè? Volg je hart. En ook dat deze ding erbij. En dit roze balkje onderin. En met het hartje. En met het hartje en met een geel streepje met Familie Magazine voor mama en papa wel mooi. En zo stellen we iedere week een beetje bij beetje het magazine samen. En met die letters met die twee kleuren. Ja, dat is ook leuk hè, die twee kleuren. En mama heeft vandaag heel veel getypt op de laptop. Voor allemaal tekstjes, leuke tekstjes te typen. En ik heb ook gekeken naar leuke spelletjes voor jullie. Voor in het magazine. Dat is leuk. En wat jullie hebben gemaakt vorige week. Die mama erbij kwam in Doolhof. Ja, Doolhof komt erin. De tekening komt erin. Heel erg leuk. Een klok. Een klok komt erin. Ja, de routines. Hoe we de dag en de ochtend en de avondroutine doen. Hoe laat alles doen. Hoe laat we opstaan. Hoe laat nu aan de wekker zit. Dat komt er ook allemaal in. En mama alles zit te typen. Hoe laat je moet naar bed moet. Hoe laat je naar bed moet. Ja, dat komt er ook in te staan. Dus super leuke dingetjes zijn we allemaal aan het doen. Terwijl jullie op school zaten. Hey, dus jullie zijn aan het werk op school. Maar mama en papa zijn ook aan het werk weer thuis. En Luxie die is gewoon lekker aan het kleien. Hè? En die heeft gewandeld met papa, met de hondjes. Kastanjes geraapt. Ja. Schaapjes, ja. Schaapjes gezien. En de powernap aan de vissen. Aha. Nou jongens, eet smakelijk. Ja, eet smakelijk. Dank je. Goed zo, Luxie. Luxie gaat er steeds beter praten. Ja, en papa krijgt post. Post voor een goodiebag. Een goede dag, postbode. Ja. We krijgen namelijk allemaal leuke boeken. Voor de winactie, winnaars. Voor de filmpremière. Kijk eens, ik heb het geopend. Ja, hier zitten dus de boeken in. Voor de fans die gewonnen hebben. Voor onze filmpremière winactie. Ja. Dus moet even handtekeningen zetten. Ja, we gaan de boeken weggeven. Ik wil onze huisje. Doei. Jullie hebben net gekeken naar een fragmentje wat we hebben gemaakt voor Dierenpret met Nicolette op Videoland. Het is een hele leuke serie. Ze hebben gevraagd of wij er een klein stukje voor wilden vloggen. Dat plakken hun in hun uitzending. En dat is wat jullie net hebben gezien. Dus als je dit wilt terugzien, dan kun je even kijken bij Videoland. Dierenpret met Nicolette heet die. Inmiddels is het tijd om naar zwemles te gaan. Luan en Lucilla die gaan allebei naar zwemles. Lucilla die is op voor diploma A, zoals jullie wellicht weten. En misschien krijgt zij een stickertje erbij. En deze welpen. Laat maar zien. Nou, ik laat hem even hier zien. Ja. Even kijken. Oh, verkeerde kant. Mm-hmm.
Ze heeft al heel wat stickertjes. Ik wil nu voor die. Voor die? Zij, ja. De octopus. Ja. Oké. Okay. Hartstikke goed. Ze heeft de kleren al aan. Ik had al die. Ja. Ze heeft de zwemkleren aan. Dit zijn de kleren waarmee ze gaat zwemmen. Ik vind die mooi. Die komt daarna weer, hè? Diamant. En Luanny is aan het oefenen voor diploma C. En ook hij heeft zijn zwemoutfit aan. Kijk. Ja. Hiermee gaat hij zwemmen. Nou, zonder dit jas. Zonder de jas, maar wel met de schoenen en met de lange broek en lange mouwen. Want dat is voor C nodig. En daarna gaan we lekker weer met z'n allen vrij zwemmen. Dus Luxie gaat ook mee. Papa gaat ook mee. Woesten en Pip niet, want die hebben geen zwembroek. Grapje. Deze hoeft niet meer. En wij gaan... Ja, die moet ook mee. En wij gaan op naar het zwembad. Zo, nou eigenlijk op het zwembad. Even de handjes ontsmetten. Ja, we hadden vorige week dus echt geluk, kinderen. Wij zijn in het zwembad aangekomen. Leon en Lucilla die hebben de kleren aan. Want ze gaan allebei met kleren in het water springen. En Leon met lange mouwen, hè, jongen? Ja. Voor diploma C. Lucilla mag lekker de kleren uitdoen, hè, liefie? Kom maar, goed gedaan. Nou, we waren het bikinietje van Luxie vergeten. Dus we hebben even hier een zwemluier en een zwemvestje. Nee. Nee, we waren even jouw bikini vergeten, hè. Maar nou kan je ook gewoon zwemmen. Dat is een zwemluier, hè. Ja. Nou, zijn je schoenen helemaal nat, zie je dat? Allemaal water eruit. Ja, Luxie, dat is Luan helemaal nat met de kleren. Luan die moet nu een stuk onder water zwemmen om te kijken of hij zo ver onder water kan zwemmen voor diploma C. En dit is het stukje, kijk daar staat hij en hij moet hier helemaal onder water tot de mat. En als hij dat redt, dan kan hij dat voor diploma C. Ik ben benieuwd jongen, of hij gaat lukken. Grote hap adem en go! Ja, grote slagen jongen, je kan het. Ja, goed zo, je kan het, je kan het. Ja hoor, dit gaat hem worden. Ja! Goed zo, Luan! Toppie! Super goed nu! Ah, dat had je niet gedacht, hè? Ga je nog een keer proberen te duiken en dan ga je proberen één keer dieper te zwemmen. Als je gaat kijken, zie je daar ook wel een rand in het zwembad? Ja. Waar je goed in kunt zwemmen? Ja, dat. Probeer net onder die rand te zwemmen. Zij kijken nu net onder die rand zwemmen. Sorry. Ja. Zet hem op, jongen. Ondertussen is Lucilla keurig netjes aan het zwemmen op haar rug. Ah, hij zit behoorlijk diep, hoor. Nou. Oh, zijn laatste kracht haalt hij eruit. Wow. Goed zo, Luan. Heel klein stukje. Maar je zat heel diep in nu. Ja, je zat echt heel diep. Kon je wel goed zien. Super goed, Lu. Toch? Ja, nog een keer proberen. Oeh, je lekker schatteren. Ja. Wow. Ja. Goed zo, Sil. Goed zo. Appeltje, eitje. Nee, zou je ook voor mij graag kunnen komen? Ja?
rustig doen. Ja? Aan het draaien ben je heel goed. Je denkt ietsje rustig. Gaan we nog een keer. 3, 2, 1. Heel goed, Lux. Hey. Ja. Wow, kom eens bij mij. Goed zo. Wat heb jij dit goed gedaan? Hey. Ja, maar wat heb jij dit goed gedaan? Lukt het vast niet nog een keer, hè? Lukt het? Nee? Wel. Kunnen we? Dat is leuk. Hé, ik ga nu nog weer met je mee zwemmen. En volgens mij is het nu al heel vol bij de touwen. Of niet? Ja? Als jullie nou voor klaar zijn, mama loopt vast naar de overkant. Ja, is het zelf doen? Ga ik zelf doen, zwem je naar mama toe. Zullen we dat doen? We gaan aan het testen. Ja? Ja. Zullen we dat doen? Gaan we doen. Hey, zullen we eerst nog eens even naar de overkant over? 3, 2, 1. De Olly de octopuszegel. Heb jij het verhaaltje al gelezen? Nee. Niet? Heeft mama dat niet eens gedaan? Oh jee. Huiswerk voor vanavond. Dat is een goeie. Hey, voor dit verhaaltje staat in dat je op je buik moet kunnen zwemmen. Kan je dat? Ja, hè? Ja. Hey, maar dan draai ik een bladzijntje om, hoor. In dit verhaaltje staat dat je ook op je buik moet kunnen zwemmen zonder vestje, 15 meter. Maar volgens mij kan je al twee banen achter elkaar zwemmen. Ja, dat kunnen we wel. En kan je ook borstcrawl en rugcrawl zwemmen? Ja, hè? Nou, dan denk ik dat jij vanavond maar weer twee stickertjes moet gaan plakken. Oh, twee! Zie je, vind je dat goed? Wauw. Wauw, goed zo. Wat zeg je dan? Dankjewel. Hey, en volgende week is het vakantie. Ja, één weekje vakantie, hè? Herfstvakantie. En dan zie ik jullie over 2 weken weer. Ja, fijne vakantie. Fijne vakantie. Hey, eruit. Silla, wat trots gewoon. 2 stickers erbij. Ja, en ik heb ook 2 keer. 2 keer zo heen en weer gesprongen. Nou, hoe ging het bij jouw kleren aan? Goed. Jawel, hè? Hartstikke goed, jongen. Het viel allemaal best wel mee, hè, met de kleren. Kom, dan gaan we naar het andere zwembad. Kom maar. Gaan we lekker spetteren met z'n allen. Doei, doei zwembad. Dag, zwembad.
Oh, we zijn leuk. Dit is ook weer het warme maar. Nou, heel lekker, hè? Doei! En onze herfstvakantie is begonnen, jongens. Ja. Vond je het een leuke vlog? Geef de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. We zien je morgen weer een nieuwe vlog. Morgen! Volg je hart, kom mee. Feest lekker met ons mee. De hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet.